Uur. En zoals ik had beloofd, gaan we vandaag een poging doen om te kijken of het lukt om een Pilatesles te geven. Betekent wel dat als ik één keer bezig ben met mensen, dat ik dan niet meer stop en ook niet meer echt kijk of jullie wel of niet een reactie geven. Ik hoop dat het allemaal oké is en dat jullie me ook horen. En ik vind het jammer dat we elkaar niet zien, maar beter zo dan helemaal niet. And just a few words in English because this class will be in Dutch. But please let me know through Facebook. If you want to be having classes in English as well, that might be a good idea, maybe or maybe not. I'm not sure, but let me know. Voor deze les, wat ik al zei, het gaat in het Nederlands. Dus, nou ja, veel plezier. Ik ga beginnen en jullie gaan hopelijk met me meedoen. Let's get started. Oké, Pilates stands helemaal voor aan je matje. Hielen tegen elkaar, ongeveer de vuistbreedte tussen je tenen, buikspieren zijn en dan leg je handen op je ellebogen. Dan gaat één voet naar achteren, kom er rustig bij zitten. Strek je armen, benen, kijk naar je buik. Wervel voor wervel leg je je rug, je wervelkolom langzaam op de grond. Zet je beide voeten op de grond, knieën reizen richting het plafond, handen leg je laag op je buik en concentreer je even rustig op je ademhaling. Adem in, voel je buik rustig omhoog komen. Adem uit, valt je buik vanzelf weer naar beneden. Inademen, voel je buik rustig omhoog komen. En terwijl je uitademt, valt je buik vanzelf weer naar beneden. Inademen, laat je buik rustig omhoog komen. En terwijl je uitademt, span je je bekkenbodem aan. Inademen, relax. Voel je buik weer rustig omhoog komen. En terwijl je uitademt, span je bekkenbodem aan. Trek je navel in en op. En maak je middel zo klein mogelijk. Inademen, relax. Uitademend, powerhouse. En powerhouse is de combinatie van je bekkenbodem, je navel in en op en je middel zo klein mogelijk. Dus alle buikspieren span je aan, inclusief je bekkenbodem. Inademen, relax. Uitademend, powerhouse. Dan ga je mee met je benen inademen, laat je benen rustig een stukje opzij vallen, een stukje open. Uitademen, powerhouse, inclusief de binnenkant van je benen, alles in, op en naar toe. Inademen, rustig opzij. Uitademen, powerhouse, inclusief de binnenkant van je benen. Inademen, uitademen, bekkenbodem, navel, middel, binnenkant benen en misschien een beetje billen. Doen we nog één keer. Powerhouse, dan gaan beide handen op elkaar, achter je hoofd, handen. Ellebogen liggen op de grond. Adem in hier beneden. En terwijl je uitademt, crunch een klein stukje omhoog. Powerhouse. Adem in hierboven. En weer rustig naar beneden. Powerhouse. Adem in hier beneden. Crunch omhoog. Powerhouse. Adem in hierboven. En weer naar beneden. Doen we nog een keer. Adem in. En blijf hier. Dan gaan beide benen in tabletop positie. Knieën boven je heupen. Onderbenen horizontaal, handen ongeveer 20 centimeter boven de grond. Adem in, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. Strek je beide benen naar het plafond en laat zakken naar een hoek van ongeveer 45 graden. In, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. Blijf je schouders goed loshouden van de grond, hè? Gebruik je powerhouse. In, 2, 3, 4, 5 en uit, 2, 3, 4. En nog één keer. In, 2, 3, 4, 5, uit, 2, 3. Dan leg je rustig je benen helemaal terug op de grond. Hoofd, schouders terug op de grond. Handen richting het plafond. Buikspieren in en op, kin op de borst. Kijk naar je buik. Gebruik je powerhouse. Trek jezelf helemaal omhoog. Helemaal naar voren toe. Hou je benen recht en probeer zo ver mogelijk naar voren te gaan. Adem in hiervoor en in controle. Wervel voor wervel. Laat jezelf weer helemaal zakken. Buikspieren in en op, kin op de borst. Kijk naar je gebruik. Gebruik je powerhouse. Trek jezelf omhoog. Helemaal naar voren. Adem in hiervoor. En in controle. Wervel voor wervel. Weer helemaal terug. Doen we nog twee keer. Buikspieren in en op. Kin op de borst. Probeer je iedere keer iets verder. Hè? En hou je benen goed gestrekt. Adem in hiervoor.
voor voorwerp op. De laatste keer buikspieren in en op, helemaal naar voren toe. Blijf kijken naar je buik, adem in je voren en in controle. Wervel voor wervel weer rustig terug op de grond. Als je in gewicht pak je rechterknie, trek je rechterknie goed richting je borst. Linkerbeen iets meer midden, zodat je grote teen, je navel en je neus in één lijn zijn met elkaar. Trek die knie even goed richting je borst. Voel die rek misschien een beetje buitenkant benen willen, binnenkant kan ook. En dan strek je benen helemaal recht omhoog naar het plafond. Ontspan je armen op de grond, hoofd, schouders op. En dan probeer je benen een klein stukje naar je schouder. Maak een halve cirkel boven je lichaam. Adem in richting je schouder en een halve cirkel boven je lichaam. Adem in. Powerhouse. Nog één keer. Ontspan je schouders. Gebruik je powerhouse. Weer naar je schouder, maar dit keer gaat die halve cirkel als het ware buiten je lichaam. Adem in richting je schouder. Adem uit. Halve cirkel buiten je lichaam. Adem in. Powerhouse. Nog één keer. Dan draaien we deze laatste cirkel net andersom. Dus hou je been even midden boven je heup. Klein stukje naar je enkel. En weer een halve cirkel buiten je lichaam. Adem in richting je enkel. Adem uit. Halve cirkel. Goed je powerhouse gebruiken. Zodat je bovenlichaam lekker ontspannen blijft. Heel bewust vanuit je powerhouse. Dan gaan beide benen naast elkaar recht omhoog naar het plafond. Halve cirkeltjes met je benen om elkaar heen. Op de inademing laat je benen, terwijl je ze zo beweegt, een stukje zakken. Op de uitademing komen ze weer omhoog. En jij bepaalt hoe laag, hè? Dus het mag een klein stukje. Ook hier weer bovenarmen, bovenlichaam, inclusief armen, handen. Ontspannen, echt vanuit je powerhouse. Nog één keer. En dan pak je linkerknie, trek je linkerknie richting je borst, rechterbeen in het midden, zodat je grote teen, je navel en je neus in één lijn zijn met elkaar. Even goed die knie naar je toe, zodat je een beetje rek kan voelen. Misschien wel, misschien niet. Kijk maar hoe dat gaat voor jou. Dan ontspan je bovenlichaam weer, je armen, je schouders. Gaat je linkerbeen helemaal recht omhoog naar het plafond. Beweeg je been een klein stukje naar je schouder. Maak een halve cirkel boven je lichaam. Adem in richting je schouder. Adem uit, een halve cirkel boven je lichaam. Adem in. Powerhouse. Bewust bekkenbodem, navel middel. Span aan. Weer richting je schouder, maar nu die halve cirkels waren buiten je lichaam. Adem in richting je schouder. Adem uit, halve cirkel buiten je lichaam. Adem in. Powerhouse. Nog één keer, dan draai je weer andersom. Hou je been even midden boven je heup. Klein stukje richting je enkel en weer een halve cirkel als het ware buiten je lichaam. Adem in richting je enkel, adem uit. Powerhouse. En probeer je schouders ontspannen te houden. Vanuit je powerhouse, je benen zo recht mogelijk. Nog één keer, als je dat wil en kan. Natuurlijk kunnen we dat. En dan leg je been helemaal terug op de grond. Beide handen naast je heupen in de grond. Buikspieren in en op, kin op de borst. Kijk naar je buik. Gebruik je powerhouse. Trek jezelf omhoog. Til je billen op. En zet iets dichter bij je hielen. Eén hand om je enkels. Andere pak je vast bij je polsen. En til je beide voeten van de grond. Ontspan je schouders. Maak je rug zo rond mogelijk voor rolling like a ball. Inademen, rol naar achteren. Adem uit, kom terug. Vind je balans. Inademen, rol naar achteren. Powerhouse. Ontspan je schouders. Maak je rug zo rond mogelijk. Nog twee keer alsjeblieft. Als het niet lukt om te rollen, beweeg als het ware naar achteren. Dat is weer die optie die we altijd hebben. Adem uit. Dan vind je weer je balans. Trek je één been uit boven de grond, de andere kant. Buitenkant enkel, binnenkant knie. Kom erbij liggen, maar blijf kijken naar je buik. En trek je been in. En wissel, in, en wissel, in. Hou je schouders los van de grond en blijf je been goed strekken, die andere goed naar je toe getrokken. Dus concentreer je op je powerhouse, continu. In. Nog vier, nog drie, nog twee. Pak je beide enkels vast, knieën trek je in. Armen benen schieten uit. Armen gaan half rond.
trekking powerhouse. Arme benen schieten uit, armen halve rond. Powerhouse. Adem in. Powerhouse. Adem in. Powerhouse. Adem in. Doe voorzichtig als je niet zoveel ruimte hebt als ik hier heb met je armen, dat ze niet overal tegenaan komen. Nog één keer alsjeblieft. Gaan beide benen recht omhoog naar het plafond. Pak je één been net bij je knie, even boven je knie, bij je kuit. Trek hem in en wis. In. Probeer beide benen zo recht mogelijk te houden. Hoofd, schouders nog steeds los van de grond. Blijf kijken naar je buik. In. Nog 4, 3, 2. En dan zijn beide benen weer naast elkaar. Leg je handen op elkaar achter je hoofd. Benen gaan een klein stukje opzij en trek weer naar elkaar toe. Adem in opzij en weer naar elkaar toe. Adem in opzij. Mocht je nou op een of andere manier een oefening niet kunnen doen, of je hebt even een pauze nodig, kom dan heel even terug zoals we in het begin begonnen. Voeten op de grond en focussen op je powerhouse. Als je dan even een paar seconden zo hebt gelegen, ga je gewoon weer met de rest van ons gezellig meedoen. Nog 2 keer. En de laatste. Dan zijn beide benen naast elkaar. Laat je ze in 3 een stukje naar beneden staan. 3, 2. En in 1 beweging omhoog. Kijk hoe laag jouw benen kunnen. Jij bepaalt dat. Dus 3, 2. Kan het lager? Dan doe je dat. Lukt dat niet? Dan doe je het gewoon niet. 3, 2, 1. Powerhouse. 3, 2, powerhouse. 3, 2, 1, powerhouse. Nog 1 keer. 3, 2, 1. Been net boven de grond, de andere knie gebogen. En draai je bovenlichaam richting je knie. En wissel. En wissel. En wissel. En draai. In. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dan leg je rustig beide voeten, benen weer terug op de grond. Hoofd, schouders terug op de grond. Handen richting het plafond. Buikspieren in en op, kin op de borst. Kijk naar je buik. Gebruik je powerhouse. Wervel voor wervel trek je zo omhoog. Helemaal naar voren toe. Helemaal naar voren toe bewegen. Kijk hoe ver je komt, hou je benen gestrekt. Dan kom je weer overdreven recht overeind zitten met een holling in je lage rug. Voeten een heel klein beetje uit elkaar, niet te ver, hè? Heupbreedte idee. Goed overdreven recht overeind. Ben je niet flexibel, buig gewoon je knieën. Doe ik lekker ook altijd. Zeker nu. 2 weken niet zoveel doen is toch niet zo goed voor je, zeggen we dan. Beide armen zijn recht voor je, schouders ontspannen. Denkbeeldige bal in je buik en dan rol je als het ware overheen. Buikspieren zijn in en op, kin op de borst. Kijk naar je buik, kruin naar de mat, rol over die denkbeeldige bal. Maak je rug helemaal rond, adem in hiervoor en in controle. Wervel voor wervel, zet jezelf weer helemaal recht overeind. Buikspieren in en op, kin op de borst. Kijk naar je buik, kruin naar de mat, rol over die denkbeeldige bal. Adem in hiervoor en in controle, wervel voor wervel. Zet jezelf weer overdreven recht overeind. Buikspieren in en op, kin op de borst. Kijk naar je buik, kruin naar de mat. Adem in hiervoor en in controle, wervel voor wervel. Echt overdreven, goed rechtop. En nog 1 keer naar voren. Buikspieren in en op, kin op de borst. Kijk naar je buik, kruin naar de mat. Als je vol bent, pak je enkels en trek je beide voeten naar je toe. Kom je in evenwicht te zitten. Beide voeten boven de grond. Vind je balans, ontspan je schouders. Altijd belangrijke, zeker tegenwoordig. Adem in, strek je rechterbeen helemaal uit. Adem uit, powerhouse, buig. Linkerbeen, adem in. Adem uit, powerhouse, buig in. Eerst je rechterbeen. En dan je linkerbeen. Rechterbeen strekken rustig uit. Linkerbeen ook. En samen gaan ze weer naar beneden, net andersom. Eerst je linkerbeen. Dan je rechter. En samen weer naar beneden. Beide benen samen. Adem in, strek uit.
adem uit, powerhouse, buig weer. Ga rustig door, adem in, strek uit. Adem uit, powerhouse, buig weer. Adem in, strek uit als je wil. Gaan we naar de volgende stap. Open lijken wakker, rol naar achteren. Kom terug, vind je balans. Adem in, rol naar achteren. Adem uit, kom terug, vind je balans. Adem in, doe voorzichtig hè. Ik weet niet precies hoeveel ruimte je thuis hebt, maar dat je nergens met je voeten tegenaan komt. Alhoewel ik daar nu te laat mee ben, maar toch. Nog twee keer. En de laatste, gebruik je powerhouse. Maakt niet uit welke oefening je doet. Dan vind je weer je balans met beide benen gestrekt en wel. Beide armen ook. Rustig hier naar voren. Hou vast. Voor vier. Nog drie. Nog twee. En in controle laat je bovenlichaam rustig stappen. Dan gaan beide benen recht omhoog richting het plafond. Uitdaging, weer zo goed mogelijk strekken. Ontspan je bovenlichaam, ontspan je schouders, je armen. Dan maak je beide benen samen een klein cirkeltje met de klok mee. En daarna een klein cirkeltje tegen de klok in. Eerste helft van het cirkeltje adem je in. Tweede helft van het cirkeltje adem je uit. Powerhouse. Adem in. Powerhouse. Probeer je schouders echt lekker te ontspannen. Dus die schouderbladeren als het ware naar elkaar toe. En naar beneden, naar je lage rug toe. Trek ze naar achteren. En naar beneden. Beide kanten nog een keer. En de laatste. Dan beide benen samen op de inademing. Een klein stukje diagonaal van je af. Op de uitademing recht omhoog. Powerhouse. Andere kant, klein stukje van je af en trek weer omhoog. Schouders, armen nog steeds lekker ontspannen. Handpalmen richting het plafond, hè. Moet kunnen. De beweging in je benen kan klein zijn en dat is prima. Want te ver betekent gewoon dat je moet gaan afzetten. Anders ga je omrollen, dat is niet de bedoeling. En dan rustig laat je beide benen helemaal zakken tot ze weer op de grond liggen. Beide handen richting het plafond, buikspieren in en ook kin op de borst. Kijk naar je buik. Gebruik je powerhouse. Trek jezelf wervel voor wervel omhoog. Helemaal naar voren toe. En dan kom je weer overdreven recht overeind zitten. Lichte spreidstand, hooi in je lage rug. Overdreven rechtop en je kent het. Kun je ook nu leuk zien. En ik hoop dat je bij jezelf ook een beetje een idee hebt. Voeten naar je toe, geflext, tenen recht omhoog. Knieën mag je best buigen. Armen beginnen voor, doe weer voorzichtig met de ruimte, dit keer was ik op tijd. Armen gaan aan de zijkant, schouders ontspannen. Kijk recht voor je, dan ga je met je rechter linkerarm in mijn geval, naar je rechter kleine teen. Onder je oksel door kijk je helemaal naar achteren. Adem in het midden, ga je naar de andere kant. Adem uit, uit, uit. Adem in het midden, adem uit. Uit, onder je oksel naar je achterste hand. Draai die hand mee, hè? Zoals je misschien heel goed kan zien, is dat mijn handrug van je achterste hand naar de grond gaat. Adem in het midden. Adem uit. Uit al de zuurstof uit je longen, doordat je indraait en naar voren gaat. En je powerhouse aanspant. Beide kanten nog een keer. Adem uit. Uit. En de laatste. En beide armen, beide benen naar elkaar toe. Voeten ietsje dichterbij op de grond. Adem in hier, laat jezelf een klein stukje zakken. Hou vast. En vanaf hier, één arm rustig opzij. En kom terug in het midden. Powerhouse. Andere kant, adem in. Powerhouse. En nog een keer, adem in. Powerhouse. Adem in. Nog eentje extra, we gaan eerst naar beneden. Maak het iets moeilijker voor jezelf als dat kan, doe je dat. Adem in opzij. Powerhouse, andere kant. Beide kanten nog één keer. En de laatste. En dan ga je rustig wervel voor wervel. Laat jezelf helemaal zakken tot je licht op de grond. Eén arm boven je hoofd. En draai jezelf helemaal andersom, zodat je komt te liggen op je buik. En normaal moet ik er vrolijk achteraan kijken door het raam naar buiten. Maar dat is nog maar de vraag, hè? Hoe het bij jou zit. Handen onder je schouders in ieder geval. Hoofd lekker ontspannen op de grond. Ik weet niet of je me dan nog kan horen. Dus ik blijf een beetje opkijken. Hopelijk dat het dan lukt. En ontspan je schouders.
Inademend en terwijl je uitademt, span je bekkenbodem navel midden, oftewel focus op je powerhouse. Dus je creëert als het ware ruimte tussen je buik en het matje. Letterlijk. En vanaf hier gaat je neus omhoog, omhoog, omhoog. Borstbeen zo hoog mogelijk. Kijk naar het plafond. Adem in je bovenin, controle. Laat jezelf weer rustig helemaal naar beneden zakken. Neus gaat omhoog, omhoog, omhoog. Borstbeen zo hoog mogelijk. Hou vast. Adem in. En in controle weer langzaam naar beneden. Doen we de nekrol erbij. Oftewel, neus gaat omhoog, omhoog, omhoog. Borstbeen zo hoog mogelijk. Kijk je op één schouder. Voor onderlangs naar de andere kant. In het midden. Over die andere schouder. Onderlangs weer naar de ene kant. In het midden. Kijk omhoog. Powerhouse. En langzaam laat je bovenlichaam weer helemaal naar beneden zakken. Hetzelfde beweging, maar begin aan de andere kant. Neus omhoog, omhoog, omhoog. Borstbeen zo hoog mogelijk. Eerst over die andere schouder. Onderlangs. In het midden. Hetzelfde weg weer terug. Weer in het midden. Kijk omhoog. En in controle langzaam weer naar beneden. Hetzelfde beweging, maar alleen omhoog zonder armen. Neus omhoog, omhoog, omhoog. Borstbeen zo hoog mogelijk. En til je handen van de grond. Oftewel, gebruik iets meer je lage rug. En nog steeds op je powerhouse. Hè? Adem in hierboven. En in controle laat je weer zakken. Doen we nog een keer. Neus omhoog, omhoog, omhoog. Borstbeen zo hoog mogelijk. Hou vast. Voor 4. 3. 2. En weer langzaam naar beneden. Nog één keer omhoog. Pakken we een beetje armbewegingen erbij. Neus gaat omhoog, omhoog, omhoog. Borstbeen zo hoog mogelijk. Strek je rustig je armen uit naar voren. En trek weer in. En voel even voor jezelf. Wat doe je met je benen? En misschien nog wel belangrijker. Waarom? Nog 2 keer. En de laatste. En in controle. Zet je handen weer neer. Laat je bovenlichaam zakken. Dames en heren, ook hier gaan we hem doen hoor. Dus gebruik je powerhouse. Heupen gaan als eerste omhoog. Je neus blijft dicht bij de grond. En in controle ga je helemaal naar achteren. Naar de child's pose. Heel even. Even rustig ontspannen. Schouders, armen. Mogen ook naar achteren. Als je dat prettig vindt. Maar je mag ze ook naar voren doen. Toch probeer je die schouders als het ware wel naar achteren. En naar beneden. Die schouderbladen over je rug, over je ribben. Naar achteren, naar beneden trekken. Ondanks dat je armen naar voren zijn. En vanaf hier kom je op je handen en je knieën. Handen recht onder je schouders, knieën recht onder je heup. Adem in, strek je linkerarm, rechterbeen naar voren, naar achteren. Maar lang. Adem uit, wissel. Andere kant. Linkerarm, rechterarm, linkerbeen. En wissel. Zorg ervoor dat je geen beweging in je lage rug hebt. En dat kan je controleren door bijvoorbeeld iets van een tennisballetje of iets anders op je lage rug te leggen. Moet er niet afvallen. Wil je het moeilijker maken? Til je tenen onder benen van de grond. En gebruik echt je powerhouse om je evenwicht te houden. Adem in. Powerhouse. Andere kant, adem in. En powerhouse, beide kanten nog een keer. En de laatste, adem in. Dan gaan beide handen aan één kant van je matje, voeten zet je weer op de grond. Til je knieën op, draai jezelf andersom. Arme benen weer gestrekt voor je. En wervel voor wervel, laat jezelf weer rustig terugzakken op de grond. Als je één keer op de grond ligt, zet je beide voeten op de grond, knieën wijzen richting het plafond. En in één beweging duw je heupen zo hoog mogelijk richting het plafond. Adem in boven en in controle laat je nu langzaam wervel voor wervel voor wervel. Eerst die lage rug en dan je billen en staartbeentje weer terugkomen op de grond. Eén beweging duw je heupen maximaal omhoog. En terwijl je uitademt, wervel voor wervel voor wervel. Eerst je lage rug. En dan je billen. En staartbeentje weer terug. Adem in, duw omhoog. En langzaam wervel voor wervel voor wervel. Nog één keer duw weer omhoog en hou hem vast. Voor 4, 3, 2. En in controle weer wervel voor. Gaan we iets meer die benen erbij gebruiken.
Nog steeds goed focussen op je powerhouse. Dus één beweging duw je weer omhoog. En terwijl je uitademt, strek je één been. Adem in, zet je voet terug op de grond. Adem uit, strek die andere. Hou je heup op dezelfde plek. Adem in, beide voeten terug. Heupen zijn waar die is. En nu laat je wervel voor wervel je rug terugkomen op de grond. Hetzelfde idee, begin alleen met je andere been. Dus één beweging duw je heup omhoog. Adem uit, strek je andere been. Adem in, zet je voet terug op de grond. Adem uit, wissel andere kant. Beide voeten en weer wervel voor wervel. Eerst die lage rug. En dan je billen en staartbeentje terug op de grond. Nog een keer, duw weer omhoog. Strek eerst één been uit. Maak een klein cirkeltje met de klok mee als je wil. Klein cirkeltje tegen de klok in. Probeer heup op dezelfde plek te houden. Adem in, zet je voet terug. Adem uit, wissel aan de kant. Adem in, klein cirkeltje. Adem uit, klein cirkeltje de andere kant op. Adem in, zet je voet weer terug, heupen blijven op dezelfde plek en nu laat je langzaam, terwijl je uitademt, wervel voor wervel, je rug terugkomen op de grond. Hetzelfde verhaal, beginnen met de andere been. Eén beweging omhoog, strek eerst je andere been, een klein cirkeltje naar buiten toe. Adem uit, andere kant naar binnen toe. Adem in, zet je voet terug op de grond, adem uit, wissel, andere kant, weer naar buiten toe. Adem in, draai naar binnen toe. Adem in, beide voeten terug op de grond en terwijl je uitademt, wervel voor wervel. Eerst je lage rug en dan je billen en staartbeentje. Klein beetje meer stretch van zeg maar je schouders en vooral je borstspier. Dus in één beweging duw je heupen maximaal omhoog. Leg je schouders en handen als het ware om je hoofd of naast je als je dat makkelijker vindt. Probeer wel je schouders en je armen op de grond te leggen. En nu ga je langzaam wervel voor wervel. Eerst die lage rug terugleggen op de grond, dan pas je billen en staartbeentje terwijl je schouders en armen op de grond blijven. Duw ze er echt bewust op. Doen we nog een keer. Heupen weer zo maximaal omhoog. Ga je langzaam wervel voor wervel. Eerst die lage rug en dan je billen en staartbeentje. Laatste keer. Hou je schouders op de grond. Is het makkelijk voor jou? Hoe meer je armen van je af zijn, van boven je hoofd, hoe moeilijk het wordt. Dus probeer dat maar. Kijk hoe jij het moeilijker maakt. Dus hou je schouders, armen op de grond en dan wervel voor wervel. Eerst die lage rug, dan je billen en staartbeentje. Eén hand boven je hoofd, rol naar de camera toe. Eén hand helemaal op de achterste rand. Voeten op elkaar of knieën op elkaar, wat je wil. En dan til je, hap, onderste of je hele lichaam van de grond. Is het te zwaar, zet die knie op de grond of één knie op de grond. Maar probeer die rechte lijn te creëren. Gebruik natuurlijk je powerhouse. Nog twee. En dan kom je liggen op je zij. Eén rechte lijn, beide voeten op elkaar van de grond. Til beide benen samen op voor twee en hou tegen. En als je zo ligt, dan voel je dat je hielen boven elkaar zijn, althans. Zo goed als boven elkaar. Schuif een beetje langs elkaar heen. Dat is prima. Nog één keer. Hou beide benen hoog. Alleen je onderste been. En weer naar elkaar toe. Alleen je onderste been. En weer naar elkaar toe. Adem in. Powerhouse. Nog één keer. Beide benen samen. Beweeg ze rustig een stukje naar voren. En leg op de grond als je het wil. In een hoek van ongeveer 45 graden. Onderste been laat je liggen, bovenste been, heuphoogte. Beweeg naar voren voor twee en achter voor twee. Adem in, powerhouse. Probeer onderste been als een midpoint, het middelste punt te houden. Vandaar ga je naar voren, maar ook naar achteren. Focus op je powerhouse, bekkenbodem, navel, middel. Span aan. Nog twee keer. En de laatste. Dan zijn je hielen weer boven elkaar, draai je tenen, knie iets richting het plafond. Point je tenen helemaal omhoog, flex, duw naar beneden. Adem in omhoog, adem uit naar beneden. Adem in, powerhouse. Adem in, powerhouse. Nog twee keer. En de laatste. Zet je voet op de been, over je been omhoog, knie naar je schouders, strek uit. Helemaal omlaag. Over je been omhoog, knie, schouders, strek uit. Helemaal omlaag.
Probeer je heupen boven elkaar te houden. Hoop goed je powerhouse aan te spannen, zodat je hier iedere keer nog boven elkaar zijn. De laatste keer. En dan doen we hem net andersom. Dus eerst gaat je been gestrekt omhoog. Buig je knie naar je schouder. Over je been omlaag. Gestrekt been omhoog. Buig je knie. Over je been omlaag. Adem in. Powerhouse. Adem in. Powerhouse. Nog twee keer. En de laatste. Dan zijn je hielen weer boven elkaar. Dan maak je een klein cirkeltje als het ware om die onderste hiel. Een stukje erboven, een stukje eronder. Als je kan, je ziet het mij doen, hoop ik. Is je onderste been van de grond. Gebruik je powerhouse. Bekkenbodem, navel, middel. Geen beweging in je bovenlichaam. Hetzelfde cirkeltje, de andere kant op. Focus. Bekkenbodem, navel, middel. Span aan. Nog twee keer. Dan zijn je benen weer boven elkaar. Dan draai je één lange lijn. Handen op elkaar, voorhoofd op je handen. En klap met je hielen tegen elkaar. Iets van de benen. We gaan er even mee door. Doe ik een heel klein stukje water ondertussen. Lege zaal. Ik moet iets harder praten dan ik wat ik echt prettig vind. Maar dat jullie ook alvast bedacht, toch? Nog twee keer. Met die diep van de berg. En dan kom je heel even overeind. Dan kom je zitten op één been. Eén voet binnenkant knie, andere voet achter. Hand langs je oor. Schuin naar voren alsjeblieft. En kom terug in het midden. Andere kant. Schuin naar voren. Eigenlijk opzij. Goed je openen. En dan kom je in het midden. En dan draai je je benen naar de andere kant. En dan kom je liggen op je andere zij. Je moet even een andere manier vinden om op de andere kant te komen. Anders gaat het niet werken. Elleboog op de zij. En til je beide benen weer op je hielen. Dus nog een keer je heupen weer op. Eén rechte lijn. Of vier. Lukt het niet, dan doe je knieën op de grond. Hè? Hand mag, hoeft niet, wat jij wil. Als je maar je powerhouse blijft gebruiken. Kom je er lekker bij liggen. Eén rechte lijn. Helemaal ontspannen. De ene hand voor je, de andere hand onder je hoofd. Of langer, wat je prettig vindt. Beide benen staan op voor twee. En hou tegen. Adem in, til op. Hou tegen. Adem in. Powerhouse. Adem in. Nog één keer. Hou omhoog. Alleen je onderste been ietsje lager. En weer naar elkaar toe. Adem in iets lager. En weer naar elkaar toe. Nog twee keer. En de laatste. Beide benen bij elkaar. Een beetje zo rustig in de hoek van 45 graden. Hou die hielen op elkaar. En hou ze daadwerkelijk daar. Bovenste been. Heuphoogte. Zwaai naar voren voor twee. En achter voor twee. Adem in. Powerhouse. Weer goed focussen. Bekkenbodem, navel, middel. Span aan. Onderste been. Van daaruit ga je, dat is het midden. Van daaruit ga je naar voren. En naar achteren. Adem in. Bovenlichaam blijft gewoon stil. Gebruik je powerhouse. Bekkenbodem, navel, middel. Nog één keer. En dan eindig je hielen weer boven elkaar. Draai je tenen, knie iets richting het plafond. Point je tenen helemaal omhoog. Flex, duw weer naar beneden. Adem in, helemaal omhoog. Adem uit, powerhouse weer naar beneden. Adem in. Powerhouse. Adem in. Powerhouse. Nog twee keer. En de laatste. Dan zet je voet op je scheenbeen. Ga je over je been omhoog. Knie naar je schouder, strek uit. Helemaal omlaag. Over je been omhoog, knie, schouder, strek uit. Helemaal omlaag. Adem in. Powerhouse. Adem in. Powerhouse. Heel goed. Adem in. Nog één keer. Dan doe je dezelfde beweging, maar dan net andersom. Dus eerst gaat je been helemaal omhoog. Buig je knie naar je schouder. Over je been omlaag. Gestrekt been omhoog. Buig je knie. Over je been omlaag. Probeer je heupen goed boven elkaar te houden. Het is niet alleen een flexibiliteit,
Maar gewoon zorgen dat je powerhouse blijft gebruiken. Dus je heupen blijven boven elkaar. Nog twee keer. En de laatste. En dan zijn je hielen weer boven elkaar. Til je onderste been op. Maak een klein cirkeltje boven je onderste hiel. Een stukje ervoor, een stukje erachter. Focus in op je powerhouse. Bekkenbodem, navel, middel. Span aan. En dan hetzelfde cirkeltje. Net de andere kant op. Blijf je concentreren. Nog vier. Drie. En twee. En dan beide voeten hielen weer bij elkaar. Eén rechte lijn. Kom liggen op je buik. Armenbenen lang uit. Linkerarm, rechterbeen til je op. En wissel. En wissel. Dan kun je armenbenen in de lucht. Gaan we naar swimming. Adem in. Powerhouse. Adem in. Powerhouse. Nog één keer. Handen onder je schouders. Of iets breder. Voeten in de grond. In je rechte lijn. Gebruik je powerhouse. En duw je hele lichaam als een plank omhoog en vast. Voor vier. Drie. Twee. Dan zet je beide knieën weer op de grond. Maakt mij niet uit welke kant je benen gaan. Zometeen doen we toch nog uitgebreid de andere kant. Eén. Pak je enkel. Binnenkant. Been is die andere voet. Arm langs je oor. Diagonaal weer naar voren. Kom in het midden. Hand terug, elleboog. Zijkant van je lichaam maakt helemaal rond. Nog een keer deze. Schuin naar voren. Midden. Hand terug, elleboog. Powerhouse. Dan kom je in het midden en dan draai je alleen je benen naar de andere kant. En dan blijf je, kom je weer zitten voor de andere kant. De mermaid. Pak vast bij je enkel. Arm langs je oor. Trek jezelf weer schuin naar voren. Zover als jij kan. Hè. Arm blijft wel langs je oor. Kom in het midden. Hand terug, elleboog. Powerhouse. Pak weer vast bij je enkel. Schuin naar voren. Andere kant. Powerhouse. Nog één keer. Schuin naar voren. Hand terug, elleboog. Zorg dat links en rechts gelijk zijn. Ja? Allebei even vaak, even veel. Kom je weer terug in het midden. Draai je beide benen. Afhankelijk van waar je ruimte hebt. Daar, zodat je op je matje uitkomt. Binnen door, buitenkant van je enkel. Beide voeten tegen elkaar. 1, 2, 3. Rol naar achteren, blijf liggen. 1, 2, 3. Kom heel even in de teaser. 4, 3, 2. Alleen maar rollen. 1, 2, 3. Rol achter. 1, 2, 3. Nog één keer weer naar achteren rollen. 1, 2, 3. En als je wil, kom je erbij staan. 1, 2, hop. Helemaal omhoog. Of je neemt nog even je tijd om te kijken hoe en wat. Jongens, ik zie dat er in ieder geval een paar mensen kijken en hopelijk met me meedoen. Voor vandaag waren dat 40 minuten. Eigenlijk had ik iets minder willen doen, maar toch weer 40 minuten. Pilates. Het idee is dat we dat vanaf volgende week eigenlijk minstens één keer in de week live doen. Ik hoop dat jullie weer in ieder geval kijken. Want ik zie er in ieder geval een stuk of 3, 4. Leuk, gezellig. Ik vind het helemaal te gek. Mis jullie wel, want het is veel leuker als jullie allemaal hier zijn. Want ik heb nu echt een echo in deze zaal. Zoals het er nu naar uitziet mensen, maandag om 3 uur ben ik er weer voor jullie. Dus doe gezellig met me mee. En tot volgende week. Doei doei!